Ik heb een informatiebrochure ingekeken, ik ben eens mee komen kijken ook. En ja, ik was eigenlijk direct overtuigd. Direct ingeschreven en dan, sinds de eerste opdrachten daar heb ik toch wel gemerkt dat ik direct op mijn plaats zat daar. Ik was heel blij met al die modules, allemaal stuk voor stuk. Ja, dus van webdesign naar logo's, naar een 3D, oh, dat was super. Ja, ja. Ik was heel blij dat er was, dus daar heb ik echt wel gekozen. Met de bedoeling. Hè. En dat maakte het verschil dan met CVO Antwerpen, dat het hier echt puur die vakken rond informatica waren. Dat ga ik me zeker nog herinneren aan het CVO Antwerpen. Nieuwe mensen leren kennen, mede-creatievelingen. Wanneer dat ze zeggen op de proclamatie, de winnaar is Lisa Wetink, dan dacht ik, ja. Die 2 maanden, ja. Lisa, mag ik je vragen om vooraan je prijs in ontvangst te nemen? Er was zo meer een persoonlijke band met de leerlingen en dat motiveerde heel hard om naar de lessen te komen. Maar nee, echt MMO, niks verkeerd over te zeggen. Ja, in het algemeen, dat is kei top, MMO! Ik had echt het doel in mijn ogen voor een eigen bedrijf te hebben. En die deuren zullen allemaal geopend worden als je diploma secundair onderwijs hebt. Zeker niet twijfelen om dat diploma te behalen. En dan heb ik gewoon alles afgemaakt. CVO heeft mijn leven gered. Jij bent overtuigd van CVO Antwerpen? Ik ben overtuigd van CVO Antwerpen. Alright.